Het nieuwe NDP-lid en ex-lid van de hervormings- en vernieuwingsbeweging HVB in Pechaya Luhur, Enrique Ralim, ziet zijn overstap naar de regerende partij in Suriname niet als verraad. Hij vindt dat hij door deze stap Kommewijnen juist zal helpen ontwikkelen. Dit kon hij niet doen in zijn vorige partijen. Het nieuwe lid van de NDP heeft afgelopen zaterdag de proclamatie van het ontwikkelingsplatform Kommewijnen gedaan. Middels dit platform zullen er projecten worden uitgevoerd in zijn district. In deze projecten zullen de bewoners actief kunnen participeren. Zijn eerste project als NDP-lid is een compleet nieuwe aula voor de begraafplaats De Lust en Rust. Hij vertelt meer hierover. Het aula is het eerste project dat is, is gevraagd vanuit de samenleving. Net voordat de proclamatie plaatsvond, een paar weken daarvoor, kreeg ik een brief binnen, een verzoekje binnen. Lust en Rust die wilde een aula hebben. En zei van oké, ze willen dat hebben, maar laat me even praten met alle religieuze vertegenwoordigers hier in het gebied van Lust en Rust. Oh, je hebt niet alleen een majid, je hebt ook een mandir en zo. Dus ik heb iedereen bij elkaar geroepen. De voorzitters, de vertegenwoordigers en gesproken met ze. Het waren twee weken achter elkaar. En toen heb ik het gepresenteerd aan mijn mensen, de financierder. En zei van, we kunnen ons terugvinden daarin. We gaan het doen. En let wel, laat me dit zeggen. De projecten in Kommewijnen doe ik niet alleen. Hè. Dat doe ik ook in, samen met Jogaman. Hij is een bekende, hij is artiest. Jurgen Kato de Kromo, meer bekend als Jogaman. Met hem doe ik de projecten in Kommewijnen. Ralim zegt verder dat hij als jonge politicus bij zowel de HVB als de Pechaya Luhur niet goed uit de verf kon komen met zijn sociale projecten. Hij vindt het belangrijk dat de gemeenschap in Kommewijnen ziet dat er wordt gewerkt. En naar zijn inziens begrijpt de NDP hem veel beter. Wel, kijk, zoals ik het eerder zei, ik voelde in het begin, ik was bij de PL, 2034 mensen hebben op me gestemd. Ik heb ze bedankt afgelopen zaterdagavond. Daarna was ik ook bij de HVB aangesloten. Toen waren ze nog geen politieke partij. En begin dit jaar, eerste kwartaal, konden we niet meer echt door één deur. Ik heb ze toen gezegd van luister, ik ga nu mijn eigen weg op. En ik wil mijn werk doen voor Kommewijnen, toch? En ik heb ze toen bedankt. En ik zei van ik heb andere ambities en laat mij mijn weg ingaan en jullie de jouwe. En ik zei het al, ik voelde me als een enkeling in een woestijn zonder water en eten. En zo kwam ik mensen tegemoet. En die mensen hebben me ondersteund. En frappant genoeg waren de mensen van NDP met wie ik samen heb gewerkt. Toen was ik echt apolitiek. De afgelopen twee maanden heb ik dan zitten nadenken. Als mensen je ondersteunen, jou die tools geven om te kunnen werken voor jouw district Kommewijnen. Om projecten te realiseren in het belang van de samenleving. Wat rest jou nog te twijfelen? Tot zover Enrique Ralim, die zijn vorige partijen de rug heeft toegekeerd en verder gaat met de NDP. Hij zegt dat de NDP-top hem met open armen heeft ontvangen.